Ik ben Kees Aerts. Ik ben de oprichter en directeur van Protix, een bedrijf dat duurzame eiwitten maakt op basis van insecten. Ja, hartstikke mooi om een Geelse jongen te zien als groot ondernemer. Insecten die kunnen groeien op bijna alles wat als het maar van organische aard is. En wij in ons voedselsysteem gooien we heel veel weg. En wat wij kunnen doen is dus insecten die van nature al op reststromen groeien, op hele grote schaal, op een voedselveilige manier groeien op die voedselresten en dan zo de eiwitten en andere grondstoffen terugwinnen. Zijn concept is heel leuk en leuk om daarover te horen. En ook in vorige 704 shows hadden jullie dat soort gasten en dat vind ik hartstikke mooi. De column was een hartstikke leuk item, vooral dat het lekker kritisch was over de hoofdgast. Nee, ik heb persoonlijk helemaal niks met paragnosten, met Peter van der Hurk, met hypnotiseurs, met medium Jomanda, met helderziende. Ik geloof niet dat zo'n horoscoopschrijver op een zolderkamertje kan weten wat Walter de Vet in week 14 allemaal gaat meemaken. Nou, hypnose bestaat al sinds de eeuwigheid, sinds de mensheid bestaat. Desondanks geloven vandaag heden heel veel mensen dat het niet bestaat. Het is niks anders dat je de bewustzijn van een persoon naar achteren brengt. Ja. En je onderbewustzijn naar voren brengt. Ik ben heel wetenschappelijk en heel beta gericht. En daarom vind ik het extra een leuk onderwerp, hypnose. Ik ben helemaal niet van dat wereldje. Maar hij laat natuurlijk wel wat zien. Het is wel een show. En het gebeurt echt op het podium. Hè? Dus iets doet hij toch goed met die hypnose. Die zanger had een cape. En daar stond twee grote R's erop. Oh. Randy Randall. En die heeft hij die avond niet gebruikt. En ik zei tegen hem, mag ik je cape hebben? Dan kan ik de cape tenminste over mijn kleding gooien. Zei hij, juist goed. Maar er staan twee R's erop. En toen is de naam Rusty Rostelli binnen 5 minuten ontstaan in de kleding. Gisteravond hebben wij besloten van, hey, Rusty Rostelli, leuk. Het thema is leuk. En zo zijn wij binnengestapt. Sibylla. Kan je je goed concentreren? Ja, denk ik. Oké. Sibylla, niet twijfelen aan dat wat ik je zeg. Laat het gewoon gebeuren. En denk niet na. Ik moest mijn ogen dicht doen en helemaal stijf gaan staan. En dat vond ik het moeilijkste. Want je gaat wankelen met je ogen dicht en er gebeurt van alles om je heen. Je moet je concentreren. En je kan je ook niet zo goed concentreren. Dus hij probeerde mij in die concentratie te brengen. En hij zei, je bent op 80%, want ik dacht, ik moet me wel geven. Van ja, 100, ja ik wil toch wel inderdaad zelf de regie houden. De spier ga je ontspannen. Hou je batterijtjes vast, Sibyl, concentreer je. Met 80% hebben we niks aan. Concentreer je 100% of wat ik je zeg, dat zijn jouw batterijen. Knijp ze, ja. Maar toen was er iemand in die zaal die zei, shh. En toen was het compleet stil en toen voelde ik inderdaad die 100% komen en ik was helemaal in mezelf. Ze geven je energie, je beide handen persen tegen je. Ja, nu kom je. Beide handen persen tegen je lijf. Beide handen persen. Aanspannen. Ieder spier van je ga je aanspannen. Handen tegen je lijf. Aanspannen. Concentreer je op dat wat ik zeg. Handen tegen je lijf. Tegen je lijf aan. Ja. Tegen je lijf. Aanspannen. Je blijft in deze toestand. Je hebt de macht en de kracht. Je blijft in deze toestand. Concentreer meer en meer op mijn stem. Concentreer daarbij meer en meer op mijn stem. Je hebt de macht en de kracht. Blijf in deze toestand. Blijf in deze toestand. Draai dus zo. Blijf in deze. Ieder spier blijft gespannen. Ieder spier gaat gespannen. Ja. Spanjaan. Aanspannen. Je hebt de macht in de kracht. Je bent een boom. Aanspannen. Ja, je bent een boom. Aanspannen. Je hebt de macht in de kracht. Aanspannen. Je bent een boom. Ja, de spraakmaak vind ik persoonlijk het hoogtepuntje altijd wel van de show. En dan een beetje mooie confronterende seksgerelateerde grapjes. Dat doet het altijd wel lekker. Het komt wel eens voor dat ik zo'n film moet missen. Maar wat ik altijd terugkijk op jullie website, dat is die video van de spraakmakers. Dat is gewoon, daar wordt altijd daarna nog over gesproken. Ja, iedereen kent ze inmiddels. Je associeert ze ook met de spraakmakers als je door het dorp loopt. Ja, erin houden. Ja, Jans Platenkast is top. Hè? Ik kom hier natuurlijk vaker bij zo'n 104. En het is geweldig mooi hoe hij op zijn eigen authentieke manier over die muziek en over het thema kan vertellen. Ook op een laagdrempelige manier. Gewoon zoals die is. Niet geregisseerd. Het komt zoals het komt. Leuk.
Ja, ik speel natuurlijk een thuiswedstrijd. Als ik gewoon in de schakel kom en er zitten natuurlijk wat vrijwilligers bij jullie clubpie die ik gewoon ken. Dus voor mij was het allemaal heel natuurlijk. Nee, want het wordt ook heel professioneel aangepakt. Ik ken het eigenlijk alleen van mijn ouders. Die gaan hier regelmatig heen. En ik vind het een waanzinnig leuk concept. Speels, gezellig, een paar leuke elementen. En ik vond het zelf in ieder geval heel leuk om hier te spreken.